Welkom allemaal bij het webinar Horeca en ondermijning. Een specifiek thema gaan we in op drugs in en om de horecagelegenheden. U had waarschijnlijk Anton Jansen als tafelheer verwacht. Dat stond in de aankondigingen. Helaas kon die door privéomstandigheden niet aanwezig zijn. Vandaar dat ik aangeschoven ben. Ik ben Paul van der Weijden. Ik werk ook voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. We doen dit onderwerp niet alleen. Daarvoor hebben we een aantal tafelgasten aanwezig. Eerst Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. We hebben Dennis Dekkers, voorzitter van de Horeca Nijmegen, aanwezig. En Tony Den Blanke, als ik het goed zeg, van PPS Security. En not last but least, maar ook Martijn Wildeboer van het CCV en het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland als expert. Voordat we dit doorstarten, gaan we eerst naar een filmpje kijken. En dan drugsgebruik in het uitgaansleven. Dat is toegenomen na de coronalockdown, zegt het Trimbos Instituut in Utrecht. Het gebeurt dus steeds vaker dat een leuk avondje stappen, soms met een pilletje, helemaal verkeerd afloopt. Tijdens de pandemie was uitgaan niet mogelijk. Veel jongeren zaten thuis en hadden weinig te doen. En toen ruim een jaar geleden de coronamaatregelen wegvielen, kon ineens alles weer. Stappen, drinken, pilletje nemen, alles kon. En dat gebeurde ook. Volgens Trimbos kwamen er daardoor ook meer incidenten. En daar praat ik over met verslaggever Bernadette Keizer. Ja, wat ging er dan precies mis? Ja, Rob, het onderzoek noemt echt een hele rits aan allerlei soorten drugsincidenten. Van jongeren die onwel worden tot mensen die afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Dus het verschilt heel erg. Maar wat wel heel opvallend was aan dit onderzoek is hoe piepjong de slachtoffers eigenlijk zijn. De gemiddelde leeftijd waarop het misgaat met drugs is 22 jaar. En bij 4% ging het zelfs om minderjarige slachtoffers. Ja, heel jong dus nog eigenlijk. Waarom gaat het juist bij hen mis? Ja, nou ja, net eigenlijk al wat je een beetje zei. Je moet je voorstellen, er is gewoon een generatie die 3 jaar lang eigenlijk binnen heeft gezeten. Dan mag het weer, de knaldrang, we hebben erover gehoord, we hebben erover gelezen. En dan zijn er ook veel jonge mensen, zag het Trimbos, waarbij het misgaat. Vooral ook omdat ze eigenlijk te enthousiast zijn, snel overprikkeld worden, maar ook niet goed voorgelicht zijn door hun omgeving. En dus ook niet weten wat de gevaren zijn misschien. Nee, dat klopt inderdaad. En we vroegen het ook aan onze volgers op Instagram en die zeiden erover het volgende. Mensen gingen bed en moesten kotsen. We moesten een ambulance bellen. Ik slikte per ongeluk 2 CB in plaats van ecstasy. Ik werd aangevallen door een groep studenten die hadden gesnoven. Ik zie het vaak fout gaan om me heen. Vooral jongeren die onervaren en slecht voorbereid zijn. Ik ben gedrogeerd. Ik gebruikte ecstasy terwijl ik niet lekker in mijn vel zat. Ik zag hoe lachgas werd verkocht midden in de club aan minderjarigen. Ja, dit zijn allemaal zomaar een paar voorbeelden. Die zijn best heftig, hè? Hoe zit dat bij ons in Utrecht? Ja, nou, om dat uit te vinden ben ik op pad geweest met wijkagent Lars. Hij moet ervoor zorgen dat de Utrechtse binnenstad veilig en drugsvrij wordt. En dat is zo makkelijk nog niet. Je kijkt toch een beetje naar afwijkend gedrag van de mensen die hier nog wel op straat lopen. We hebben zeker gezien nadat de coronapandemie. Mensen gingen weer volop stappen. Daar zagen we wel de stijging in de incidenten daarvan. Kan je denken aan vernielingen, mishandelingen. Voornamelijk maak ik contact met portiers, ondernemers en alles wat zich beweegt in de binnenstad. Dat doen we voornamelijk op preventief vlak. En als het nodig is, treden we op. Dan stuiten ze op een auto die eerder gelinkt blijkt te zijn aan drugsgerelateerde feiten. Nou, dat kan verkoop zijn inderdaad, van soft of harddrugs. Of het zelf de inname van dat je het zelf doet. Nou, voor onze reden om even te kijken wie er dan in het voertuig zitten. De vraag stellen, joh, wat kom je doen in de binnenstad? In het contact met de clubeigenaren en de kroegeigenaren hoor ik wel veel dat er spullen worden gevonden, bijvoorbeeld op de wc's. Denk het aan van die kleine papiertjes waar de pepmiddelen in bewaard worden. Pas als het laatste uitgaanspubliek zijn bed opzoekt, zit Lars zijn dienst er ook op. De avond is ook goed verlopen zonder grote incidenten en daar doen we het eigenlijk ook allemaal voor. Ja, dat is Lars. Met zijn collega's zagen we natuurlijk, maar die twee kunt het niet alleen oplossen. Er moet meer gebeuren, neem ik aan. Ja, zeker. Er moet heel veel gebeuren. Toen ik bij Lars 's nachts in zijn auto zat, legde hij mij uit hoe de binnenstad eigenlijk één grote puzzel is. Dus je hebt de agenten, je hebt horecapersoneel, je hebt kroegbazen, je hebt portiers en je hebt ook de gemeente. En die moet er eigenlijk voor zorgen dat dit soort incidenten minder voorkomen. Daarom heeft de gemeente ook een groot onderzoek gedaan vorig jaar.
En dan moet je niet schikken, maar daaruit zei dat 13% zich onveilig voelt en 10% zeer onveilig in het Utrechtse nachtleven. Dus eigenlijk 1 op de 4 mensen die uitgaat in Utrecht voelt zich niet helemaal veilig? Nee, en dat zijn best wel schokkende cijfers. En om precies uit te zoeken waarom dat dan in zit en wat er vervolgens aan gedaan moet worden, komt de gemeente dit voorjaar nog met een groot onderzoek. Ja, het is wel een project van de lange adem dus. Jazeker. Bernadette, dankjewel. Oké, u heeft de film bekeken. Burgemeester, allereerst nog gefeliciteerd met uw verjaardag. Hè? Nou, dankjewel. Fijn dat u aanwezig bent ook. Ik heb ook begrepen dat u door de drukke werkzaamheden toch ook eerder weg moet van deze tafel. Dus dat niet iedereen raar op kijkt dat er dan opeens de burgemeester niet meer aanwezig is. Maar laten we ook gelijk met u beginnen. Hè? Trimbos landelijk onderzoek over drugsgebruik in en rond de horeca. Hoe zit dat nu in Nijmegen? Ja, we hebben niet een specifiek onderzoek voor Nijmegen, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het voor Nijmegen anders zal zijn. Kijk, het onderzoek waar het filmpje over gaat, heeft zich heel erg gericht op het jaar na corona. Nou, wat wij weten, wat we wel kunnen zien, is dat er meer overlast en ook meer drugsgebruik is. Zeker als je het hebt over het Nijmeegse centrum, waar het merendeel van de horeca is geconcentreerd. In ieder geval de echte uitgangshoreca, als ik het zo mag uitdrukken, dat kun je gewoon zien. En wat ik vooral verontrustend vind, want er zijn nog verklaringen voor, iedereen gaat weer op los en naar buiten en dat zou ze kunnen stabiliseren. Ja. Nou, ook vergeleken met 2019 is het fors gestegen. Het is dus niet alleen groter dan 2020 en 2021, want dat valt te verklaren. Ik bedoel, als er geen uitgaan mogelijk is, dan heb je natuurlijk ook minder gedoe en minder drugsgebruik rond de horeca. Maar het is ook echt veel meer dan 2019 en dat moet ons echt wel zorgen baren. En hoe verklaart u dat dan, dat het nog meer geworden is? Ja, daar hebben we niet echt specifieke verklaring voor. Behalve dat het gebruik van drugs en zeker ook harddrugs in de samenleving, dus ook in het uitgaan, het is niet alleen een specifiek uitgaansprobleem, is gewoon aan het stijgen. Als je onderzoeken ziet hoe bijvoorbeeld in Groningen onder studenten, dat weten we wel, 70% van die studenten partydrugs gebruikt. Dat normaal is geworden, dat je in een jaar toch een paar keer die drugs gebruikt, dat je 40% van de uitgaanders gebruikt een paar keer per jaar ecstasy. En ongeveer een kwart van iedereen tot 35 jaar aan het uitgaan gebruikt cocaïne. Een kwart. Ja. Maar ik moet zeggen, toen ik die cijfers nou zo liet inwerken, dacht ik, wauw, dat is wel. Wij zijn de hele dag bezig om goed gedrag te organiseren. We richten ons heel erg samen met de horeca bijvoorbeeld op alcohol. Maar dit is zo eentje. Zo'n stille die misschien niet zo opvalt als je zo rondloopt. Ja, behalve als je verstand hebt en weet hoe die pupillen eruit zien. Maar dit is wel heftig. En je bent daarmee bezig langzaam een hele generatie het normaal te laten vinden dat er drugs erbij hoort. Harddrugs heb ik het over. Ik heb het niet meer over een jointje. Nee. En dat een hele generatie bij wijze van spreken kapot gaat maken. Dus hier is echt wel actie in nodig met z'n allen. Nee, dus je hebt het al over een stuk normalisering van dit soort gebruik. Ja, dat moet ons vooral zorgen maken. Kijk, het is van alle tijden dat mensen rare spullen gebruiken, zich niet goed gedragen. Ik bedoel, dat was 100 jaar geleden ook. In de 19e eeuw werd ook al opium gebruikt. Maar dat het normaal wordt gevonden. En ik merk er ook terug dat je in bepaalde debatten, maatschappelijk en ook politiek, dat je soms vreemd wordt aangekeken als je hier iets van wilt zeggen. Als je zegt, nee, maar de norm is dat het niet mag. Dat je dan meewarig wordt aangekeken. Hey, ouwe zak, ik ben 57. Waar heb jij het nou over? Dat is echt heel erg verontrustend. Ja, met deze constatering voor Nijmegen, hè, en het beleid ten opzichte van de horeca als gemeente, wat doet u dan feitelijk om dat tegen te gaan? Nou ja, ik moet zeggen dat deze getallen mij nu wel weer hebben geprikkeld, maar dan op een positieve manier uiteraard. Om verder te gaan op het waarschuwen tegen drugs. Hè, wat bijvoorbeeld via die GGD en zo doen. Met name gericht ook op de jeugd. We zijn recentelijk ook begonnen samen een aantal partijen, de horeca voorop, om vanuit een convenant van samen te doen ook veilig uitgaan te doen. En ik vind dit wel een ding om daarin mee te nemen. Kijk, volgens de wet moet een horeca uitbaten. Vooral als je een alcoholvergunning hebt, moet er op toezien. En als je verwijtbaar bent dat er drugs wordt gehandeld, kan je zomaar je vergunning voor 5 jaar worden afgenomen. Ja. Maar daar kun je het niet bij laten. Want ik snap heel erg goed dat het heel erg lastig is om dit in de gaten te hebben. Kijk, als iemand te veel gaat drinken in je zaak, ja, dat kun je nog op een gegeven moment merken.
Maar die pilletjes en dat spul, ja, dat is bijna niet te controleren. Er zijn een paar zaken die bijvoorbeeld zelf fouilleren doen. De vraag is hoe reëel het is als je van de hele stad wil doen. Wat voor type uitgang wil je hebben? Ja. Dus we moeten daar in de horeca gaan helpen met z'n allen. Om deze normaliseringen te doen stoppen. En daar zie ik wel dat we wel extra actie moeten doen. En dat convenant biedt daar wel een mooi aangrijpingspunt voor om dat ook met z'n allen te doen. En kijk, als je met z'n sowieso gaat opletten dat je bepaald gedrag niet moet, daar hoort ook te veel gebruik van alcohol bij, moet je ontmoedigen. Dan kun je die drugs daar ook heel erg goed in meenemen. Sterker nog, we moeten dat daarin meenemen. Ja. En u heeft het al over meerdere partners, hè? Politie, BOA's, gemeentebouwers. Ja. Hoe neemt u die mee in deze opstap? Nou ja, kijk, politie, als ze het tegenkomen, wordt er al ingegrepen. Als jij meer dan, harddrugs sowieso, als je die hebt, wordt die in beslag genomen. Dan heb je een, zeg maar, een handeltje bij, want dat is nog een andere kant. Hè. Het gaat niet alleen om de gebruikers, maar het gaat ook om die handelaren die door de stad lopen. Dan word je daar gewoon voorop gepakt. Dat gebeurt natuurlijk nu al. Alleen ja, op een gemiddelde zaterdagavond. Dat is bijna onbegonnen werk om het alleen van de politie afhankelijk te maken. Dus het begint wel heel erg met dat voorlichten. Met ieder een goede pad zetten. Vandaar dat ik aangeef, let op, daar staan strenge normen op. Misschien moeten we die zelfs nog wat strenger doen. Maar dat vind ik dan een punt van overleg met alle partijen. Want strenge normen, wat misschien mensen zeggen, heeft ook een keerzijde. Dan zul je ook meer moeten gaan doen om die normen te gaan controleren en op gaan handhaven. Dat kost heel veel capaciteit. Dus dan moeten we kijken of we daar misschien slimmere methoden voor vinden. Die benadering zou ik willen kiezen. Dus het heeft natuurlijk te maken met handhaving die door politie en BOA's gebeurt. Maar je kunt niet verwachten dat van handhaving alleen het gaat gebeuren. Als dit, kijk, het is nu al verboden, hè, voor de goede orde. Als dat niemand tegenhoudt, althans het wordt steeds grotere schaal. Ja, dan moeten we ook constateren dat er andere stappen nodig zijn dan alleen nog een keer te roepen met het vingertje omhoog. Het mag niet, want schijnbaar is men daar niet zo van onder de indruk. Nee, dat komt dan door die normalisering die plaatsvindt, zeg maar. Dus dat tegengaan. En ik kan me ook voorstellen met rolmodellen gaan werken. Hè, dat je echt ook mensen waar jongeren van onder de indruk zijn zeggen, hey, niet doen, je verwoest je leven. En let op, als je wordt gesnapt, betekent nog iets. En dan krijg je bijvoorbeeld geen verklaring voor gedrag als je een stage wil gaan doen. Kijk, dat is wel taal, hoe hard die ook is, die wel begrepen wordt door veel jongeren. Ja, en vaak realiseren ze zich niet wat voor een wereld erachter zit als ze dit soort dingen gebruiken. Je helpt ook nog, hè, dat is vaak genoeg gezegd, en ik herhaal hier ook, een pilletje nemen, kun je zeggen, nou, wat maakt het nou voor mij? Ik doe het maar een paar keer per jaar, maar je helpt ook criminaliteit in stand te houden, waarachter ongelooflijk veel harde geweld, thuis, waar onschuldige mensen ook last van hebben. Dus jouw pilletje van geluk bij het uitgaan zaterdagavond een kroegje in Nijmegen betekent een wereld van ongeluk voor een heleboel andere mensen. Klopt. En als je dan, zeg maar, met alle toezicht wat er is, heb je op een gegeven moment ook de Pappenheimers die dealen, zeg maar, in de smiezen. Hè? Rugnummers zijn bekend. Met het samenwerkingsverhaal in de horeca, hè? Het convenant wat recent getekend is. Gaat u dan ook dat soort informatie uitwisselen, breed? Hè? Ook met de mensen die aan de deur staan? Nou, dat is wel de bedoeling. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Hè? We hebben het gehad bij de ondertekening van convenant. Toen dachten we niet per se in drugshandelaars. Bijvoorbeeld mensen die hier regelmatig in één of meer gelegenheden overlast veroorzaken, dat we die allemaal gaan weigeren. Nou, dat, voor drugshandelaars vind ik dat eigenlijk een hele mooie categorie om toe te voegen. We leven in een land waar we erg hechten aan zorgvuldigheid en bescherming. Dus we moeten dat juridisch wel heel goed uitzoeken. Maar er zijn zeker mogelijkheden. En u heeft volkomen gelijk in uw vraag. Als je de drugshandel moeilijker maakt, dan zullen nog mensen het krijgen. Of ze nemen het van thuis mee. Dat zien we natuurlijk ook met drank. Hè. Dat heeft de horeca natuurlijk ook ervaring mee. Maar je maakt de drempel wel een stuk hoger. Je maakt het wel lastiger. Hè? Als die drugshandelaar niet zomaar vrij kan rondlopen, omdat als de politie ziet, oh, dat is een bekende van ons en die mag hier niet komen, hè, dan maken we het natuurlijk wel een stuk makkelijker en het uitgaan een stuk plezieriger. Ja, nou goed. In Nijmegen heb je een politieke beweging die ook zegt dat het allemaal legaal zou moeten. Ja. Hoe zit u daarin? Ja, ik ben daar pertinent op tegen. Harddrugs legaliseren, ik vind softdrugs legaliseren al een hele stap. Maar harddrugs legaliseren, daar ben ik echt fel op tegen. Want dan ga je echt accepteren dat die samenleving straks alleen nog maar in een trip leeft. We hebben al te maken met samenleving, zeker ook gevoed door alles wat we met corona hebben meegemaakt, die nogal twijfelt of ze wel moeten luisteren of ze wel gezag moeten accepteren, waarin we denken dat alles maar moet kunnen. Dat wordt dan nog wel veel moeilijker. En harddrugs zijn echt enorm schadelijk. A, voor vanwege het gebruik. Maar ook voor de wereld die daarachter
zit. En dat los je echt niet op door het te legaliseren. Want dan nog moeten er allerlei productieprocessen plaatsvinden die over de hele wereld gaan, waar het gewoon illegaal is. En volgens mij ook blijft. Dus je stopt die illegaliteit, die criminaliteit er helemaal niet eens mee. Dus je moet een norm zetten. Dat is mijn ervaring. Ik doe dit vak nu best een aantal jaren. Je moet gewoon ook een keer zeggen, dit is de norm. En niet alleen ik moet het zeggen, maar iedereen moet het zeggen. Dat helpt ook al. Hè? Gewoon de norm zeggen, van ouder thuis tot burgemeester op het stadhuis en iedereen ertussenin. Gewoon zeggen, dit is acceptabel en dit is niet acceptabel. Dat helpt ook wel. Want let op, je kunt het hebben over diegenen die gebruiken. Maar soms zijn het natuurlijk ook jongeren. Ze zijn niet voor niets jong. Ze zijn het proberen. Ze proberen te experimenteren. Ja. Nou, je moet zeggen, sommige experimenten moet je niet doen. Een andere experiment, prima. Daarvoor ben je jong. En dat helpt dus ook al. Hè, door gewoon die norm harder te zetten. Dus dat zeg ik ook richting al die mensen inderdaad die denken, oh, waarom? Laten we het niet moeilijk doen. Laten we het legaliseren. Ja, dan zeg je dus ook heel expliciet. Dan interesseert het me niet zo heel erg veel dat er een heleboel mensen onderdoor gaan. Ja. Dat zeg je dan eigenlijk met zoveel woorden. En dat moeten we dan ook maar eens terugzeggen. Ja. En met alle goede bedoelingen, hè, in de horeca en het toezicht, kan het toch voorkomen dat een bepaalde horecagelegenheid uiteindelijk gesnapt wordt. Hè, dat buiten zijn weten om misschien wel, maar wel gehandeld wordt. Wat voor mogelijkheden heeft u dan om dat tegen te gaan? Ja, kijk, de regelgeving in Nederland is daar eigenlijk best streng op. Je hoeft als burgemeester niet heel veel argumenten te hebben. Als een horecaondernemer verwijtbaar is, en dat ben je al vrij vlot, hè, en een dealer in je kroeg laten rondlopen, ja, dan gaat het er niet om dat je zelf geen betrokkenheid hebt. Dan heb je gelegenheid gegeven, dat is een vergunning intrekken. En zonder drankvergunning, ja, zal de meeste horeca het niet trekken. En dat geldt 5 jaar, los van het feit. Dus dan kun je ook niet ergens anders beginnen, hè? Dus het is niet alleen die kroeg is dicht. Nee, dan kun je als horecaondernemer dus ook niet iets anders beginnen. En na 5 jaar is dan maar zeer de vraag of er dan nog animo is dat je ergens kunt beginnen. Want we houden dat vergeleken met 20 jaar geleden steeds meer in de gaten. En dat is echt een essentieel verschil tussen overlast, want die kan altijd gebeuren, of drankmisbruik. Harddrugs is best strenge regelgeving. En dit komt nog naast wat natuurlijk justitie gaat doen. Ik bedoel, dit is alleen wat ik als burgemeester kan doen. Ja. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waar je kunt zeggen, ja, dit is gewoon, hier kan die horecaondernemer weinig doen. Als er een totaal onbekende nieuwe drugsdealer een avondje naar binnen komt, die heeft er wat pillen gehandeld. Ja, dat is natuurlijk een andere situatie dan een bekende drugsdealer die al jaren rondloopt en die je maar binnen laat komen. Ik heb situaties gehad waarbij gewoon een horecaondernemer zich onmachtig voelde om nee te zeggen tegen iemand. Ja, en dat is heel vervelend. Dan heb ik toch geen andere keuze. Ook om een voorbeeld te stellen. Ja, toch zullen we bij u dan de vergunningen moeten gaan afnemen. Dat is wel anders dan een incidenteel keer iets wat fout gaat. Zo moet je er ook maar kijken. Daarom hecht ik er ook aan om samen met de horeca daar nu wat meer normen op te zetten. Want dat is een veel betere benadering dan die benadering die we nu hebben. Want het nadeel van deze benadering is, hè, waar je als burgemeester optreedt, dan grijp je een keer in, maar je grijpt niet in het systeem in. Hè. Je grijpt niet in de handel als zodanig in en het normaliseringsgedrag. Je straft als het ware de horecaondernemer. Ja. Nou, terecht. Maar het lost het probleem in wezen niet op. Dus je moet wat meer doen dan alleen maar af en toe een café sluiten of de politie een onderzoek laten doen. Ja. Nu zijn er via de chat voor u al wat vragen binnengekomen. Ingrid Schuurman schuift aan. Ingrid Schuurs, ja, klopt. Ja. Ja. Wat voor vraag heb je? Kort geleden is het convenant Veilig Uitgaan hier getekend in Nijmegen. Kunt u vertellen wat het doel is van zo'n convenant? Nou kijk, we hebben eigenlijk, misschien mede door corona, kijk even maar naar overbuurman, hebben we eigenlijk hele intensieve contacten tussen horeca, handhavers, gemeentelijk vergunningverleners opgebouwd. En we hadden voor coronaperiode al idee van, eigenlijk gaat het best goed in de Nijmeegse horeca. En vooral als je het hebt over echt het uitgaanscentrum, bedoel een restaurant in meer in de wijken eromheen. Ja, dat is meestal sowieso allemaal prima. Maar het gaat eigenlijk best wel goed. We hebben niet superveel overlast, geen grote incidenten gehad. Maar je merkt wel dat als iedereen voor zichzelf blijft optreden. En horecaondernemer heeft contact met de politie of met een vergunningverlener. En ik heb natuurlijk contact met de politie. Het risico is wel dat je naast elkaar loopt en soms dan dingen dubbel doet. En misschien iets waar een horecaondernemer een heel goed idee heeft, dan blijft het ook vaak daartoe beperkt. Of dat de zaken die horecaondernemer heeft. Dus we hadden wel het idee van, als we het samen gaan doen, dan gaan we veel verder komen. We kunnen het nog mooier maken, waarmee het uitgaan leuker wordt.
En de belangrijke ambassadeurs, dat zal Dennis als muziek in de oren klinken, de belangrijke ambassadeurs van heel veel mensen die onze stad bezoeken, zeker op vrijdag en zaterdag, nou, die kunnen nog meer, nog mooier hun ambassadeurswerk laten doen. Nou, door corona heeft het even een tijdje stilgelegen, want ja, er was helaas weinig uitgegaan. Nou, daar was de animo natuurlijk om wat te regelen ook wat minder. Maar we kunnen het kort samengevat, dus met z'n allen kunnen we meer doen. Nou, een hele mooie uitdaging, dat wordt ook heel beeldend, maar we gaan meer doen is, je kunt beter kijken van hoe ziet bijvoorbeeld de straat uit, verlichting, vuilnis. Soms is één ondernemer verantwoordelijk daarvoor en heeft de rest er last van. Nou, kunnen we er ook beter samen op trekken. Maar ook lastige gasten. Ja. Als je die in één of twee kroegen weigert, dat is toch minder indrukwekkend dan als bij wijze van spreken de hele binnenstad zegt, ja, maar bij ons hoef je nou even een paar weken niet te komen. En dat moeten wij als gemeente en politie dan ook ondersteunen. Hè? Want anders mag iemand niet komen en dan gaat hij op straat verder en dan schiet het nog niet op. Dat soort dingen kunnen we nu meer werk van maken. Door middel van het convenant. Ja, ja. Mooi. Want zoals ik net zei, in dit land hechten we aan zorgvuldigheid en rechtszekerheid. Zeer terecht. En dat betekent dat je het ook juridisch vorm moet geven. Het convenant is eigenlijk een start. Mm-hmm. Waarin je door mekaars handtekening al laat zien. Nou, we gaan dat ook juridisch netjes regelen. Zodat we al deze mooie intenties ook in echte praktische daden kunnen omzetten. Helder, dank u. Ja.